Zijn jullie altijd twee handen op één buik? Ja. Ga jij beginnen? Ja. Heb je wel eens iemand de huid voorgescholden of ben je wel eens de huid voorgescholden? Nou, recent nog, hè, jij? Wat dan? Nou, met die lieve meneer die met bloemen kwam, die jij even helemaal aanpakte. Dat viel wel mee. Maar toen ben ik wel even boos geworden, ja. Wij zaten in de tuin, hij kwam door onze voordeur, door het huis heen gelopen, door de achterdeur. Hoi, ik heb een bloemetje voor Daniek. Ja, ik schrok daar gewoon. Ik dacht dat het een inbreker was. En hij deed net of ik gek was. Die man was hartstikke bejaard. Ja, en die kwam daar gewoon gaat het niet om. Die snapte er gewoon niks van. Daar gaat het niet om, maar je loopt niet zomaar door iemand zijn huis heen de tuin in. Op welk moment heb je ooit je huid echt duur weten te verkopen? Verkoop van ons appartement. Hebben we al redelijk voet bij stuk gehouden. Wat dan? Nou, zij wilden een bepaalde prijs. Toen hebben we gezegd, nee, dat is veel te laag. Maar dat weet ik niet eens meer. Terwijl, nou, wat goed. En wij deden net alsof we meerdere kandidaten hadden. Maar er was maar één kandidaat die aan het bieden was. En toen uiteindelijk hebben we toch redelijk richting de vraagprijs gekregen. Nou, lekker. Ja. Lekker gedaan. Ben jij iemand die snel uit zijn vel springt? Is het de vraag aan mij? Ja, dat is een vraag aan jou. Een stukje zelfreflectie. Je huid is natuurlijk je grootste orgaan. En daarin kun je ook echt aflezen hoe dat je bijvoorbeeld voelt. Wanneer je slecht slaapt, een festival te veel hebt gepakt. Maar ook je leefstijl. Denk bijvoorbeeld aan roken of alcohol drinken. Dit heeft allemaal invloed op hoe je huid eruit ziet. Ja. Ja. Het is niet dat je echt ontploft of zo. Maar jij wordt gewoon woest en een beetje kortaf. En juist heel stil. Je merkt aan jou wel gelijk dat je dan even een beetje afstand moet nemen. Dat ben ik. En jij? Ik niet. Nee, jij niet? Nee. Ben jij het type manager dat anderen vaak op de huid zit? Ik dus wel, jij niet. Nee, ik vind meer dat je kan sturen op output. Ja, maar die output moet je juist achteraan. Ja, maar sommige mensen hebben net een beetje meer ruimte nodig. Ik word heel gestrest van als iemand de hele tijd, net als jij doet. Over 5 minuten gaan we weg, over 3 minuten gaan we weg, over 2 minuten... Ja, ha, ik heb ook een klok. Dus ik... Ja, alleen die gebruik je blijkbaar niet. Jawel. Maar net als dat je iets gedaan moet krijgen, zou ik het heel irritant vinden als iemand heel de tijd me zit te pushen daarop. Ja, maar dan moet je maar gewoon je werk aanleveren. Ja, maar dat doe ik toch ook. Maar dan moet je een beetje ruimte geven. Bloos jij vaak? Wat is de laatste keer dat je echt gebloosd hebt? Nee, volgens mij bloos ik niet vaak. Nee, hè? Ik heb dat nog nooit gezien bij jou. Nee. Ik bloos echt heel vaak. Ja? Als ik in een ongemakkelijke situatie kom, dan voel ik het gewoon helemaal zo. Maar je ziet het zo... niet bij jou. Echt niet? Nee, sommige mensen hebben echt van die blosjes, maar... Nee, ik heb ook niet dat ik even... Ik heb gewoon dat mijn hele gezicht zo rood van boeien wordt. Zit jij meestal goed in je vel of zijn er ook periodes waarop dat minder is? Ja, er zijn ook periodes waarop dat minder is. Maar over het algemeen zit ik vrij aardig in mijn vel. Jij? Okay. Ja, ik heb wel vaak periodes waarop dat minder is. Maar volgens mij bij vrouwen gaat het sowieso op en neer, toch? Ja. Ja, daar heb ik wel last van. Stress is een factor. Stress. Ja, daar ben ik wel gevoelig voor. Ja. Je huidtype is genetisch bepaald. We spreken ook wel over een normale huid, een vette huid of een gecombineerde huid. Dit heeft eigenlijk te maken met je talgproductie. Bij heel veel talgproductie heb je een vette huid. Bij weinig tot geen talgproductie heb je een droge, trekkerige huid. Uren staat hij onder de douche. Heerlijk. Uren. Echt een rustmoment. Nou, hoezo? Dan zijn de kinderen al het huis uit. Levenservaring, gesetteld. Voor altijd. Nou, we zijn nu toch ook gesetteld? 25. Dan heb je toch de boel nog niet op een rit. Nou, ik vind toen ik 25 was, hadden we het al aardig op de rit. Ja, maar heel veel weet je dan nog niet. Je hebt heel veel dingen nog niet meegemaakt. Nou, liever een beetje naïef en onwetend. Onze eerste date hebben we niet gezoend. Helaas. Ik vind dat zo goor in de ochtend. En ik moet het daarmee doen. Nou, we zitten lekker op één lijn. Ja. Oeh. Nou ja. Ja, dan ga je in bad. Even washandje. Ja. Nee, tandenpoetsen kan jij wel meeleven hoor. Ja, een maand is wel lang hoor. Dan moet ik elke avond op bed schoppen om nog even zijn tanden te gaan poetsen. Je hebt er niks aan als je alleen maar verliest
en je bent de beste, dan ga je alleen maar irriteren. Maar dan irriteren anderen aan jou, omdat jij de slechtste bent. Ja, nou ja, dan gooien ze me er maar uit. Ik ga toch niet... Als je maar wint. Waarschijnlijk even met een sport te maken, dus. Dat doe je toch niet aan mee. Ja. Oh, ja. Alle romantiek is eruit, hè. Dat heb je na 12 jaar. Ja. Nou... Jij houdt helemaal niet van massages. Nee, maar ik vind geven nog erger. Oh. Ja. Ja, dag Piet. Die mag je echt even gaan veranderen. Je hebt nooit 10 minuten te vroeg. En dat wil je ook niet zijn. Nee, maar ik wil ook niet te laat zijn. Ja, maar dat ben je wel altijd. Ja, dus oké. Kom maar even eerder. Ja, maar hij vraagt toch wat je liever wil. Ik was. Oh. Zijn jullie altijd 2 handen op 1 buik? Ja. Jawel, Piet. Ik denk uiteindelijk wel, maar niet altijd vanaf het begin. Hoe bedoel je? Nou, we zijn het best wel vaak met elkaar oneens. Maar uiteindelijk kunnen we toch al 12 jaar met elkaar door 1 deur. Dus zijn we uiteindelijk wel. Maar het is niet dat bij elk ding dat we denken, ja... Maar we zijn wel heel veel samen en we doen heel veel samen. Ja, maar dat, en we dat denken is niet, over veel dingen hetzelfde. Er staat, zijn jullie 2 handen op 1 buik? Staat okay, niet, ja, zijn jullie niet. Altijd samen? Oké, okay. Ja, dan niet. Jongens, wegwezen. Wij gaan even in de douche. Kom. Let's go!